Hoi, ik ga jullie mijn nagelstash laten zien. Eigenlijk is dat mijn enige grote stash die ik heb. Ik heb niet zo heel veel poeders of blushes of highlighters. Dus. Maar mijn nagelstash wel. Misschien valt het voor jullie ook wel mee. Ik heb twee doosjes waar ik ze altijd in bewaar. Maar ze passen er niet allemaal in. Want deze heb ik ook nog allemaal. Dus ik ga je laten zien welke ik allemaal heb. Ik zal het een beetje proberen per merk te doen, kijken of dat lukt. Even kijken, voor deze van de Nima. Ik heb het zo laten zien. Ja, maar ik laat ook gewoon de topcoats en de basecoats. En ik heb ook nog een nail hardener van de Hema. Deze. Wat lijkt best wel veel nagellak van de Hema. Deze is ook van de Hema. Eigenlijk best wel veel en ik moet ze ook weer uitzoeken, want ze zijn lang niet allemaal goed meer. Deze is ook van de Hema. Best wel veel rood zie ik hier ook. Ja, deze was van vorig jaar. Dat was een leuk groen kleurtje. Deze. Wow, deze is echt heel erg vies. Moet kijken. Dit is een beetje een rare waterige. Nou, die doe ik gelijk weg, maar die was ook van de ene. En dan heb ik nog deze twee. Nog maar dus een klein lapje blauwe. En een lichtblauwe. Dus dit zijn ze allemaal van de Hema. Best wel veel. Ik vind de Hema altijd, ja, toch wel fijn. Omdat ze, ja, het zijn gewoon grote potjes en ik vind het gewoon fijn lappen. Dit is ook eentje die ik veel gebruik. Maar nu de laatste tijd gebruik ik Caprice weer wat meer. Oh, deze is ook van Hema. Dit is een Jip en Janneke lakje. Dat was vorig jaar. Dat was volgens mij dat ze een lijn met Jip en Janneke hadden. Dus die heb ik daar ook gekocht. Dus dat is dan van Hema. En dan heb ik nog wat van de Ethos. Niet zo heel erg veel. Deze is van de Ethos. Deze is een long lasting nail polish lakje. Dus die. Oh, dat was volgens mij alweer. Oh ja, deze was ook van Ethos. Die had ik voor de kerst gekocht, een glitterlakje. Eigenlijk net zoals die. Oh, deze hoort nog bij de Hema. Dus een, ook een glitter. Een roze glitterlakje. Wel leuk voor de kerst, dus die hoort daar nog bij. Eigenlijk zijn dat de enige drie die ik bij de Ethos heb gekocht. Dus ook niet zo heel erg veel. Oh, en deze dan. Heel mini klein, dat was volgens mij bij de serie van 10 of 15 euro nog geen nagellak uit. Dat heb ik op deze genomen. Dat was van de Ethos. Dan heb ik de Miss 14. Daar heb ik er drie van, als het goed is. Ja, deze. Dit is een roze kleurtje. Zonder naam, ik weet niet wat het is. Heel lichtroze. Deze heb ik laatst gekocht. Een groene kleur. En deze, een jeans kleurtje. Dus dat zijn drie Miss Sporty lapjes. Dan de L'Oreal, die ik nieuw heb. Daar had ik laatst ook een artikel over geschreven. De Banana Pop van de Le Vanille lijn. Dus dat is die. Dan heb ik één. Ik heb er maar één, dat is wel grappig. Eén Rimmel London lakje. Deze had ik toen een keer gezien en die schijnt geen heel erg goed te zijn dat hij heel lang blijft zitten. Hij heeft een hele brede kwast. En hij blijft ook echt 5 of 6 dagen, als je dan wel basecoat en topcoat gebruikt, echt heel lang zitten. Dat is echt heel fijn. Dan Catrice.
Heb ik deze van. Deze heb ik vorig jaar gekocht. Een bruin kleurtje. Even kijken hoor. 3-in-1 polish. Een licht rood kleurtje. Dit is Carl Zeiss Flashy. Ik heb het ook een roze. En een paarse heavy met metallic. Deze, en de glitter erin. En deze Hip Queen's Wear Blue Jeans. Ook een blue jeans kleurtje. Dat is de essence. En dan heb ik er nog een. Even kijken hoor, de Catrice doen. Dan heb ik van de essence. Oh, deze hoor, dat moet ook nog zijn. Deze heb ik een keer bij de Pieces gekocht. Daar heb ik ook wat van. Dat is een donkerblauwe. En een zwarte bij de Pieces gekocht. En dan heb ik van de Essence. Deze Essence gebruik ik het minst vaak, omdat ja, ik vind het goed. Ik vind het gewoon minder fijn lakken, het topcoat. Ik had daarvan een paarse, lichtpaarse kleurtje. Wel leuk. En een bruine. Of deze. Dus die zijn van de Essence. En ik vind toch de Hema of de Catrice. Nagellak is vind ik toch wel fijn, hè? Dat was mijn stash. Ik zal nog even laten zien hoe het eruit ziet. Het is altijd een kaart. En ik moet een heleboel uitzoeken. Want sommige zijn ook wat stroperig geworden en gewoon, ja. Ik vroeg de controle ook wel leuk. Dus dan moet ik wel wat uitzoeken, maar dat was mijn stash. En ik vind nagellak persoonlijk altijd super verslavend. Ik weet niet, maar elke keer als ik op bij een HEMA ben of bij een kruidvat, dan moet ik toch altijd weer een nagellak meenemen. En dat was mijn stash. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga proberen om de volgende keer een stash van mijn andere make-up product te maken. Maar zoals ik al zei, heb ik niet zoveel poedertjes of blusjes of iets dergelijks. Maar ik ga toch kijken of ik daar nog iets mee kan doen. En ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer. Doei doei!